Het is tijd voor een avontuur en de hubbers die zijn blij. Voor je lijf is een half uur, zo vliegensvlug voorbij. Kom en doe mee, verzamel je moed, als we samen werken, komt het zeker goed. Hup TV, Hup TV, Hup TV, Hup TV. Hallo iedereen, welkom terug bij Hup TV. Ik heet Naomi en zij. En ik ben Chafeli. Zoals jullie weten, doen wij hubbers van alles. En vandaag gaan wij het hebben over gebarentaal. En we doen dat niet alleen hoor, we doen dat samen met de doven en de slechthorenden. Kijken jullie gezellig mee? Hallo iedereen, ik ben Jetro, dit is Rosano en dit is Selena. En vandaag gaan we een verhaaltje voor jullie voorlezen. Het verhaal van vandaag heet De Verscholen Pompoen. Op het perceel naast het erf van Edwin groeit er van alles, zomaar in het wild. En weet je waarom? Hij gooit restjes van alles wat hij gegeten heeft. Pitjes van de pompoen en schillen van de pomtaier. Ook de schillen van de sneesitaya voor de soep die hij gisteren gegeten heeft, gooit hij op het perceel. Als Edwin op een dag op het perceel gaat kijken en tussen het gras loopt, ziet hij een mooie plant. Oh, een vette pompoenplant. Oh, wat mooi. Leuk verhaal toch? Wil jij dit verhaal afmaken of weten hoe het verder afloopt? Kom langs bij de Community Hub. Doei! Hey allemaal, ik heet Jamisa en ik ben terug. Vandaag leer ik jullie een vlinder knutselen. Om een vlinder te knutselen heb je nodig lijm, een potlood, schaar, een nietmachine en natuurlijk vouwpapier. Nu gaan we van start. Je pakt je vouwpapier, je vouwt het zo in de helft als een driehoek. Je maakt het open. Je doet hetzelfde hier. Je maakt deze kant ook open. Nu vouwen we het. Nu vouwen we het in de helft. Je maakt het open. Je doet hier weer hetzelfde. Zo. Je maakt hem nu open. En er zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lijnen. Nu keer je het om. Je drukt dit gedeelte zo naar binnen. Zo, strijk het plat zodat het goed zit. Hier ook hetzelfde. Zo. Nu keer je het om. Je vouwt deze hoek naar binnen. Hier ook hetzelfde. Je keert het om. En hier zie je een punt. Je trekt het zo naar boven. Hier. Vouwt het. En dit puntje komt zo naar beneden. Als je het zo wilt, kan je hier ook knippen. Zo. Pap. En waarvoor je eigenlijk een potlood nodig hebt, is als je niet zo goed bent in knippen, dan kan je tekenen. Je vorm kan je tekenen. Zo.
hier ook. Gaan we dit nu uitknippen. Dit is het. En dit steekt uit. Dus we gaan het eerst zo vouwen in de helft. Dan kan je lijm ervoor zetten. Lijm. Of je kan je niet machine gebruiken om het te nieten. Zo. Ik zal jullie even laten zien. Dat was het. Heb jij ook je eigen vlinder gemaakt? Stuur het voor ons via onze socials. Tot de volgende keer. Doei! Weet je welk lied we uitbeelden? Stuur het dan voor ons via onze socials. Tot de volgende keer! Doei! Hallo allemaal, ik zit nu met mevrouw Rosemarie. Zij ondersteunt SIDOW. SIDOW staat voor Stichting Surinaamse Dove Belangen. Welkom, mevrouw Rosemarie. Dankjewel. Zou u ons wat meer informatie kunnen geven over deze stichting? Yes. Stichting Surinaamse Dove Belangen bestaat al sinds 31 mei 2008. En zoals de naam het zegt, om op te komen voor de belangen van doven in Suriname. Hoe lang bent u daar en hoe heeft u het ervaren om te communiceren met deze doelgroep? Ik ben in contact gekomen met Stichting Surinaamse Dove Belangen rond de opname van de film Wierin. En dat heeft me dus geïnteresseerd om gebarentaal, of Surinaamse gebarentaal, te leren. En toen heb ik dus contact gemaakt met de stichting om op les te gaan. En al gelang naar gelang de lessen, gedurende de lessen, was ik in gesprek, of waren we als groep in gesprek met mevrouw Rosita Etnel. En over belangen van de doven. Gebarentaal in Suriname. Dus dat was in eerste instantie mijn contact met de stichting. Daarnaast hebben we besloten om vanwege mijn achtergrond in de journalistiek samen te werken aan de promotie van de groep rondom Werelddovendag. En dat is dus elke zaterdag, elke derde zaterdag van de maand september. Wat zijn de noden van deze doelgroep? De noden van deze doelgroep, we kunnen beginnen met op school, kinderen die nog naar school gaan. Wanneer ze, ze zitten dus, tenminste, sorry. Kinderen die doof zijn of slecht horen, gaan naar de Kennedy School. En dan is er ook een internaat voor kinderen die in verre districten wonen. En wanneer ze de Kennedy School hebben afgerond, kan het moeilijk zijn om een vervolgstudie te doen. Maar ook om aan een baan te komen. Omdat het onderwijs, dove onderwijs in Suriname, is niet helemaal uitgebreid. Of zodanig uitgebreid dat ze de doelgroep gemakkelijk aan banen kan komen. En dat is ook een beetje naar voren gekomen in de, niet een beetje, dat is heel goed naar voren gekomen in de film Wierin. Ja. Ja. Echt een hele mooie film. Yes. Maar waar kunnen zij terecht als ze echt met ik zitten en echt naar hulp zoeken? Is het alleen bij die stichting, SIDOW? Voor zover de informatie strekt, is dat wel bij Stichting SIDOW. Wat SIDOW onder andere doet, is doven bij elkaar brengen, maar ook horenden in contact brengen met doven. Weet je dat je als doelgroep niet geïsoleerd bent, maar contact hebt met elkaar en de buitenwereld, maar ook begeleiding. Bij de Kennedy Stichting kan de doelgroep ook terecht voor begeleiding als de schoolgaande een stageplek zoeken,
of een werkplaats na de afronding van de school, dan kan de stichting lobbyen voor zo iemand. Ja. Yes. Okay. U heeft het allemaal gehoord. Het is toch nog moeilijk om een baan te vinden voor deze doelgroep. Laten we gezamenlijk ernaar streven dat ze ook gewoon, net als ons, ook een baan kunnen vinden. Heeft u misschien als laatste nog een boodschap voor de samenleving? Dat heb ik zeker. Wat ik wil doorgeven aan de gemeenschap van horenden is om eruit te stappen en contact te maken met dovende of slechthorenden. Dat we deze groep ook meer betrekken in de samenleving. Maar dezelfde boodschap heb ik ongeveer ook aan de dove gemeenschap. Om contact te maken met anderen en zichzelf meer te profileren. Een ander ding wat ik heel leuk vind is de social media presence van jongeren die doof of slechthorend zijn. Ik juich dat echt toe en ik zou de horende gemeenschap ook aanmoedigen om de jongeren, dove en slechthorende jongeren, op social media te volgen. Wacht, ik daar kunnen spelen? Non, ja, boento. Oké, okay, ik play, goed play. Hi, maar jullie twee gaan tegen mij, want ik ben sowieso beter. 5 jaar ervaring, hè? Nacho. Huh? Oké, ga. Hey! Dat is een toeval. No, we gaan nog niet beginnen. Wacht, we zoeken versterking. Hey, kom aan daar. Oh, jullie hebben goed gezien. Ik ben eigenlijk... Ja. Yo! Hey, yo! Kom Lieber man, wacht. Ik ga. Zo. Hoor je zoveel keren dan? Je hoort niet. Hey, amman, nee, hier. Doe, wacht. Geef mij maar. Kijk dat ik ga doen. Oké. Jij bent Amerika. Want ze hebben me gewonnen. Maar dan wacht, want ik ben moe. Laat even gaan zitten. Ik ben. Ja. Zo snel. Nee, maar laat gaan zitten. Ik ben moe. Ja, we zijn moe. Waar gaan we zitten? Ik onder de boom. Ja. Ik ben doof. Je hoort niet. Koko. Nee, maar dan wacht. Ik heb een idee. Wacht, ik weet hoe je het kan doen.
Je hebt een scherpeer. Ja. Nee, mijn beschermen zit ook in, maar ik heb dit even nodig. Het is echt noodzakelijke zaken. Oké. Vraag hem hoe je denk je wil zeggen. Nee, ja, wacht, maar we moeten hem eerst vragen toch. Ik zeg maar, kan je ons kan je ons, ja, gaat het? Oké, wat? Ah, ik zeg maar, goed dan. Hoe oud ben je? 17. Hij is 17. Ik dacht dat hij iets ouder was of zo. Dankjewel. Hé, we hebben wat geleerd. Goed, Aksama. Zij actie. Wat ga je vragen? Was leuk met je. Oké. Oh, dus, dankjewel. Dat is leuk met jou. Oké, wacht, we gaan het in één keer doen. We gaan tellen. Oké. 1, 2, 3. Dankjewel, het was leuk met jou. Hebben we wat geleerd? Sneller. Hé, zie je? Dus ik, hoewel ik het niet weet. Ik weet het nog uit te Hey guys, welkom terug bij Hub Talk. Ik ben Serena. Op 23 september, jongstleden, toen we deze aflevering opnamen, was het Internationale Dove Dag. Ik ga het hebben met een paar hubbers over doof zijn. Ik ben heel benieuwd wat zij ervan vinden. Luister je mee? Hey guys, hoe is het met jullie? Goed met jullie. Gaat het? Mooi. Dantrell. Zou jij ooit een mattie willen die doof is? Nee, omdat ik zou nooit erover denken om een dove vriend te hebben. Waarom? Omdat gebarentaal heel moeilijk is om te leren. Oké, prima. Naomi, ken je misschien ook iemand die doof is? Jawel, mijn ouders. Oh, en kan je dan ook met hun communiceren en praten? Ja, natuurlijk. Want ze hebben me geleerd toen ik sinds klein was. Dus hebben ze me geleerd om het te praten en ja, dan kan ik het. Oké, leuk. Dus je kan ook echt gebarentaal praten. Dus. Ja. Leuk. Hey, Latoya, ben je ook bevriend met mensen die kunnen horen? Ja, mijn buren. Je buren? Ja. Wauw, leuk. Maar Dantrell, ben je ook open om gebarentaal aan te leren? Ja en nee. Ja, omdat ik ken wel een beetje gebarentaal. Nee, omdat er zijn wel miljoenen en miljoenen woorden dat ik moet leren. Ja, oké. Latoya, hoe ga jij met de mensen om die kunnen horen? Liplezen. Oh, liplezen. Oh, oké, prima. En word je ook gediscrimineerd? Sommige mensen denken dat ik niet lezen. Oh, dus ze denken dat je hoogmoedig bent. Wat jammer, sommige mensen weten het gewoon niet. Hoe ga jij dan om met je mobiel als je moet bellen of appen? WhatsApp? Video call, ja. Yeah. Oh, dus je video callt ook met je vrienden. En je belt met je ouders omdat je hun stem herkent. Oh, prima. Dat is cool. Wel, dat was het voor Hub Talk. Ik hoop dat jij wat ervan hebt geleerd. Heb je misschien ook advies voor de kijkers? Fijne dag verder. Doei. Film Pirate Jackies.
Oh ja, Lukete. Ja, hij is hier met haar zoekroot TV. Ik heb mijn dringen. Ik heb mijn Luka film. Ik heb mijn TV. Ik heb mijn Luka meer. Zij dan daarop kunt weer een schaak is. Ach man. Ach man, maar. Wat heb je op je voet dan? Ben granting. Maar ik heb mijn tjeren aan liefde. Maar dat karden, o karden. Je kan hier het proberen. Dat kan je. Dat kan wel. Jacqueline. Ay, dai lo cudere da mos donja. Da caio! Da caio! Omelisi mabari takinom gades mades mana maniri. Isap omelisi grandma bari. Hoe mag ik nu met je huisbeen? Dakayo! Je mag niet! Dat is het! Inoshi fades mana maniri, no? Inoshi! Inoshi fades mana maniri. Alaliste ye gona desma. Desma negi odi alaliste grandma wakapsa. De negi grandma odi. Loko kijk hier toch zus. Speel met de rood. Speel met de rongoe in de kwela na bina van aras. Speel met je zus. Rommel. Ik snap niet waarom we in de naast lopen gaan. Ja, als je ziet hoeveel leuke dingen ze daar doen. Weet je wat? Ik heb gehoord dat oma en opa morgen naar de markt gaan. Dan kunnen we een plan maken met ze te gaan spelen. Ja, nou. Ik heb een plan. Luister. Wanneer ze naar de markt gaan, dan gaan we gaan kloppen bij jullie. En misschien als ze niet open willen doen, dan weet ik het niet. Mm-hmm. Maar weet je, als ze niet open willen doen, misschien is het dat ze ons niet horen. Ja, dat kan ook. Goedemorgen, van de zorgen, Petra. Een beetje gaaf. Dan gaan ze niet meer kiezen om een nul op te doen. Want mijn tak is zo netjes, Odi. Nooit aan heb ik hem bakken. Kom gewoon naar de kruisjes meer. Go! Yeah, 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 yeah.
Dag iedereen, ik ben Rishma en vandaag ben ik hier met Wirin Megu van de film Wirin. Dag Wirin. En dit is Silva, hij zit ook erbij zodat er een balans is. Wirin, deze film is gedeeltelijk gebaseerd op jouw leven. Ik vond het echt leuk hoe een personage in die film in een bepaalde scène zei hij van a deaf boy in Suriname, in school, in Nikeri. Dat was een hele goede samenvatting van het film zelf en het zegt ook heel veel. Hoe zou jij deze film in één zin samenvatten? Ik ben trots. Het is de eerste Surinaamse film voor doven. Dat is helemaal waar. En ben je ook een beetje trots omdat de film is naar jou genoemd? Dus Wirin, de naam Wirin is nu een bekende naam in de Surinaamse samenleving. Hoe voel je daarbij? Ik voel me goed. Ik voel me heel goed. In het verleden, ja, was het anders. Maar nu verandert alles. Ik raak meer bekend. Maar ik weet er wel aan. Ik vind het heel leuk. Als een horende persoon, toen ik naar deze film keek, heb ik heel veel geleerd over de ervaringen van niet-horende mensen in Suriname en mensen met een beperking. Ik vraag me nu af, hoe hebben niet-horenden gereageerd op Wirin, de film? Klopt. In het verleden, zegt hij, wisten horenden eigenlijk niet zo voor doven. Ze dachten doven zijn gewoon, zijn handicap, ze kunnen niet, ze kunnen niet werken, ze hebben geen toekomst, ze hebben geen leven, ze hebben geen niets. Maar nu die daar ze de film gezien hebben, dan denken ze van, oh, het kan. Ze zijn normale mensen, ze hebben gewoon een eigen leven, ze kunnen werken, ze kunnen eigenlijk alles doen. Nu weten mensen gewoon meer. En dat ze zien van, doof, stop, we zijn gewoon doof, zegt hij. En nu weet de samenleving dat veel meer. Ja, dat is echt. Vroeger was het lastig, maar nu merk je dat het beter wordt. De horende mensen, ja, kijken daar anders naar. Ja. Dat we niets konden vroeger, of dat we niet konden studeren, dat we niet konden werken. Maar kijk, we zien er gewoon uit. We zijn normaal, net als iedereen. We zijn eigenlijk gelijk. Ja, alleen heb ik een gehoorbeperking. Maar nu zijn de horenden gewoon bewust van geworden. Dankjewel voor het gesprek. Dankjewel, graag gedaan. Welcome back to Animates, your weekly anime, manga en geeky minute. Vandaag gaan we praten over de Avengers. En wel specifiek over Hawkeye. Weet je nog, die ene fan die Thanos wilde verslaan met een boog en wat, 5 pijlen? Wist je dat hij ook doof is? Hawkeye heeft de geschiedenis van doof en slechthorend zijn. Hij gebruikt soms ook een gehoorapparaat. Dit lees je allemaal in de stripboeken. In de stripboeken is Hawkeye ongeveer 80% doof. Je leest over hoe hij doof is geworden en hoe het is om een superheld te zijn die niet horend is. Er is zelfs een verhaal waar Tony Stark een gehoorapparaat voor hem maakt. In een van de stripboeken waren alle tekstballonnen leeg omdat hij in de schoenen van Hawkeye zit en niet kan horen. Zijn vrienden spraken in plaats daarvan met gebarentaal die ook getekend was samen met de betekenis. Zo ziet de lezer wat de dove superheld meemaakt. Maar dit zie je waarschijnlijk niet terug in de Avengers films. Omdat de filmmakers te lui waren om Hawkeye's doofheid goed uit te beelden. Dit was teleurstellend voor de niet-horende liefhebbers van de Marvel Cinematic Universe. Dit heeft te maken met representation. Weet je nog? Vertegenwoordiging van verschillende mensen in media? Zelf terugzien is belangrijk, want de wereld bestaat in dit geval uit horende en niet-horende mensen. En die wilden graag ook hun held, zichzelf, terugzien in de MCU. Zo, nu weet jij dat beperkingen geen obstakels hoeven te zijn. Net als Hawkeye kunnen wij ook ondanks onze beperkingen de wereld een betere plek maken. Toch? Tot de volgende keer! Doei!
Doei! Hey! Hallo, ik ben Latoya. Ik ben pastoor bij Kennedy School. En ik zou graag wil doorstuderen. Maar mijn God heeft laat dat niet toe. Daarom ben ik vandaag hier met u TV. Om mijn verhaal met jullie te delen. Minister van Onderwijs, mag ik alsjeblieft doorstuderen? Wij doof en slechthoor willen zelf de kans verdienen. Hallo, ik ben Rosita. Ik ben een van de gebarentolken. Maar wat ik heb opgemerkt, dat mensen vaak sommige woorden gebruiken voor doven die eigenlijk niet prettig zijn om aan te horen. En de doven die vinden dat zelf niet zo leuk. Bijvoorbeeld, doof, stom. Of gehoorgestoord. Het zijn zulke pestnamen. En dat voelt niet lekker aan. En die doven zeggen, nee, dat ben ik niet. Dat ben ik niet. En hier naast me heb je Tanisha. Tanisha, zij gaat haar naam spellen. Tanisha? Ik ben doof, maar ik vind het prima. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hip, 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 hip. Hooray! Hey meisjes, zullen we dansen? Ja hoor. Divi doro no mo kondre waya waya. Do mai waya nisa kawine. Divi doro no mo. Domai waya ni sakarene. Hooray!
is tijd voor een avontuur. En de hubbers die zijn blij. Voor je lijf is een half uur. Zo vliegens vlug voorbij. Kom en doe mee, verzamel je moed. Als we samen werken, komt het zeker goed. Hup TV, Hup TV, Hup TV.